Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 8 mei van Weerplaza. Onder invloed van een hoge drukgebied boven het zuiden van Scandinavië is vandaag opnieuw geen wolkje aan de lucht te bekennen. Het is vrij zonnig en het blijft droog. Vanochtend varieert de temperatuur tussen de 16 en de 18 graden bij een zwak tot matige wind vanuit het oost tot zuidoosten. Vanmiddag is de wind meest matig rond kracht 3 en is het op veel plaatsen zomers warm met 25 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en is het vrijwel onbewolkt. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 of 11 graden. En morgen gaat het wel iets veranderen. De wind draait in de loop van de dag in de kustprovincies naar het westen. En daar wordt het niet warmer dan 22 of 23 graden. Land inwaarts kan het nog wel 26 of 27 graden worden. Wel zien we in de loop van de dag meer bewolking. Vanaf donderdag is het anders. Het wordt hooguit 14 tot 18 graden. En daarmee is het een stuk minder warm. Ook waait er een frisse westelijke wind. En vooral op donderdag en zaterdag valt er een enkele bui. Vrijdag blijft het droog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.